ben Jurriaan Jonker. We zijn vandaag bij Restaurant Groenland in Driebergen. Ik ben hier op 16-jarige leeftijd begonnen in de afwas. Daar ben ik een beetje de vibe uit de keuken leren kennen. Dat sprak me aan en daardoor ben ik naar kokschool gegaan, sous-chef geworden hier en nu al 8 jaar chef hier. Dus mijn hele loopbaan is hier al. Nou, de hele dynamiek in de keuken, dat ja, een soort van chaos die er in een keuken is, maar wel wat gewoon georganiseerd is. Nou, dat sprak me wel echt aan. We hebben vandaag ceviche gemaakt van een mooie verse zeebaars met wat zoetzure rode ui, mini-mais en crème van biet. Vandaag hebben we ook gemaakt zeewolf met gemarineerde bleekselderij, crème van gele peen en een beurre vert. Nou, mijn inspiratiebron was André, toenmalig chef hier. Die had gewoon zulke mooie smaken en hij heeft mij echt bij de hand genomen om zijn kennis over te dragen naar mij en daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Mijn advies zou zijn dat je het echt moet willen. Het moet echt je passie zijn en je moet echt in jezelf willen investeren. Want het zijn ook momenten dat je denkt dat het gewoon niet eerlijk is. Hoe je soms behandeld wordt of hoe hard je voor iets moet gaan. Maar als je hem op een punt bent, dan is het het meer dan waard. De samenwerking met ATL is eigenlijk ontstaan door iemand uit mijn jeugd die bij ATL werkzaam was. De kwaliteit, de prijs en de transparantie. En gewoon fijne mensen.